Waar het er eerder nog op leek dat er in september weer auto's gebruik zouden kunnen maken van de veerdienst tussen Maassluis en Rozenburg, blijkt de terugkeer van een autoveer toch een stuk langer te gaan duren. Damen, het bedrijf wat de veerdienst nu in handen heeft, zegt dat hij pas in 2024 weer gaat varen. Frank Schelleboom van de dorpsraad van Rozenburg werkt in Westland en maakte vroeger elke dag gebruik van de veerdienst. Ik ben hier 5-6 jaar geleden begonnen met werken en nog met de boot heen en weer. Helemaal geen probleem. En nu is het van 13 kilometer afstand met de boot naar 39 kilometer zonder boot. En iedere middag file als hij hierheen komt. En dat is niet alleen voor Frank een probleem. Je moet het nog groter trekken, het Westland en Voorne Putten. Want ik zeg, als je in het weekend hoeveel recreatief verkeer je al hebt in wielrenners die een rondje rijden over de eilanden heen. En dan met de boot terug het Westland in gaan of richting Voorne Putten. Dus het is niet alleen de bewoners van Rozenburg maar Sluis die daar echt een heel groot probleem hebben. Want het is puur het langzame verkeer. Waar dan nu dan een... Ja, er is een oplossing en we moeten echt dankbaar zijn voor de roeiersvereniging Eendracht die dit voor ons nu doen. Maar motorisch, autoverkeer, maar ook landbouwvoertuigen, daar is het een probleem voor. De 25 kilometer autootjes, zeg maar, die niet van het eiland af kunnen. Scootmobielers die dan problemen hebben om op die boot te komen. Ja, noem het maar op. Mensen zeggen bij ons op dorp al, nou, ze wachten gewoon tot 2024 de tunnel klaar is. En dat is jammer joh, er komt nooit meer een boot terug. Frank en andere leden van de dorpsraad vinden het onbegrijpelijk dat dit kan. Als je 5 juli bij de staat hebt ingesproken en een gedeputeerde zegt keihard, tussen 6 en 8 weken is die boot weer inzetbaar. En de andere boot duurt een aantal maanden, wat begrijpelijk is. En dan nu krijg je een bericht dat we tot het eind van het jaar zonder boot zitten. Ja, het is echt onvoorstelbaar dat het in deze tijd gewoon mogelijk is dat dit gebeurt. De Rozenburgse dorpsraad probeert nu zelf initiatief te nemen om ervoor te zorgen dat het autoveer zo snel mogelijk weer gaat varen. Wij zijn afhankelijk van Rotterdam, dat is onze woordvoerder, naar de provincie toe. Nou, wethouder Karremans, leuke man, maar voor ons totaal nul inzet. We zien, horen helemaal niks van hem. Dus wij als dorpsraad proberen zelf het initiatief te nemen door te gaan inspreken, door de mensen te benaderen, de mensen in de provinciale staten, verschillende partijen te benaderen, om te kijken of er nog niet iets sneller iets geregeld kan worden.